Maar we rijden zo, gaan we richting Cabo de Gata. En dan rijden we door het lelijke kassenlandschap. Maar ik ga het eens dronen, want ik wil dat wel eens van boven zien. Mevrouw. Goed geregeld. Ik heb een plekje vee hier. Hola. Max Ken. Is dat fijn? Super. Ja, dat is een camper. Ja, daar waren je in de andere camper. Dat heb ik nu ook al. Bedankt van boven de koel. De buurvrouw gehad heb. Kruidnootjes. Oh, lekker hè. Nou, bedankt Teddy aan. Oh jongens, kijk nou eens. Met z'n drietjes staan we hier. Heel gezellig. Biertje erbij. Hij mag van mij blijven. Jij mag blijven. Jij mag blijven. Kijk nou, allebei onderuit. Je oor zit al vlieg. Dat is mij al 100 jaar geleden gevist, man. Ja, we moeten even bijpraten. Ja, dat wordt toch een iets andere vlog dan jullie gewend zijn van ons. Normaal zijn we natuurlijk echt aan het rondtrekken en rondreizen. Maar we hebben nu een paar dagen een breakje genomen om vrienden te ontmoeten. Ja, met Rudy en Anne en Diana en Martin hebben we nu 3 dagen in La Fabriquilla bij Cabo de Gata gestaan. Ja, lekker direct aan het strand. Misschien kan je het net een beetje zien achter ons, het water. En wat hebben we gedaan? We hebben echt zulke leuke dagen gehad. We zijn 2 keer gaan lunchen in superleuke visrestaurantjes. Ja, het was wel een beetje een Bourgondisch festijn. Ja. We zijn het park nog in geweest met de 2-personenauto's, Cabo de Gata. Ja. Daar heb je ook nog wel volgens mij dronebeelden van. Ja. Hele mooie strandjes. Ik heb nog een geocache met Martin gedaan. De auto van Rudy en Anne geprobeerd achter onze aanhanger, want je weet het, jongens. Ik heb wat nieuws achter mijn camper, dus dat wordt weer een heel nieuw hoofdstuk dit. Handje is niet van mij. Niet ruilen, jammer hoor. Ja, het is weer jammer. Oh, en je hebt gevist met Rudy en Martin. Volgens mij is het drink nog steeds vast. Kom maar, Tip. Vertel eens, hebben we vis vanavond? Ja, sardientjes. Uit blik. Ik ben hem kwijt. Oh. Ik heb een zeebaars gevangen. Hey engel. Ik ben even wezen vissen en zeebaars. Ik heb s'avonds op de barbecue gegooid. Echt heel leuk. Hij was lekker. Ja. Jongens, kijk eens eventjes. Hier ligt onze zeebaars. Lekker hè? Zelf gevangen, Rick. Zelf gevangen, ja. Houden het vol. Ja. Aan het proeven. Yo. Dit was een hengel uit de supermarkt. Ja, het was er eentje inderdaad uit de Franse supermarkt. Maar met een visje eraan van... Van Martin, ja. Van Martin, want die is echt profi. Ja, die heeft spullen, hè? Ja. Ja, eigenlijk was het in één woord alleen maar leuk. Hier is mijn collega. Klussen op Crocs. Met Martin. Ingewikkelde klus vandaag, Martin? Ja, best wel. Oh, oké. Okay. Nou, dan zullen we het verder niet filmen. Lekker doodje.
Heerlijk. Goed zo. Ja, ik zie alle duimen. Graag gedaan. Kijk, hij is alweer op. Nou, wat eerlijk al. Heet hier. Ziet er toch tropischheid bijna. Mooi hoor. Er zitten al die grappenmakers. Oh, nou, santé hè. Oh. Moet even vertellen over je chaos. We zitten in La Isleta bij restaurant Morro. Het loopt volledig uit de hand. Klopt niks van, maar we hebben eten. Er staat heel veel op tafel. Ja. Heel lekker. Wij dachten dat we hoofdgerecht hadden, maar het is allemaal tapas, geloof ik. Mama, Rick, wat ben je aan het doen? Klussen met grasmeting. Dit is een klus die me niet gaat lukken. Oh, wat ben je aan het doen dan? Onbegrijpelijk molen aan het repareren. Van je hengel. Oh, hé, maar toch zie ik iets. Toch zie ik iets. Hij heeft gisteren zo op zijn party gehad natuurlijk. Ja. Nee. Met die zware zeebaars. Ja. Dat is het euvel. Kijk, een zwak om even ondersteunen. Kijk. Dit ding, zie je dat pieletje? Dat pieletje, dat heeft Martin niet gezien. Maar dat zie ik dan weer. Met mijn tech. Ja, dat is het. Kijk, zie je? Volgens mij is die redelijk gemaakt nu. Dus, dit was het dan weer. Ik ben helemaal gelukkig. Met klussen met Rick. Andersom, in welke vorm? Was het ook weer? Klussen met Rick. Op Crocs. De volgende keer. Denken jullie ervan? Krijgen we nog een vis op de barbecue? Nou, een portie van de vis, man. Maar ze bijten nog niet. Even filmen, want dat gaat wel gebeuren. Kijk dan. Ja. Je hebt ermee. Ja. Hé hey Rick, we hebben eindelijk weer zon. Ja jongens, staan onze vrienden. Die gaan weer door. Jammer hè, was gezellig. Oeh, gaat dat? Ja. Yo. Mooi hè, ja. Ja, mooi. Daar gaan de volgende. Yo. Doei. Goeie reis. En daar gaan ze. Doei. Ja, we gaan er vandoor. Ja. Vandoor. Zeg altijd rrr. Jan Lenferink. Hoe zou het met Jan Lenferink zijn? Hij was van jouw leeftijd, volgens mij. Is van jouw leeftijd. Oh ja? Maar hij heeft het hartstikke goed gedaan. Rrr. En dat is weer een beetje Jiske vet, volgens mij. Maar goed, laten we het kort houden. Rick, kort. Ja. Korte versie. We gaan weg. We zijn onderweg. En het is net alsof we in Marokko zitten of zo. Moet je kijken. Leuk. We gaan hier eens kijken of we kunnen lozen en water kunnen tappen. Pas wel. Denk het ook. Ario del Servizio, ja. Er staan er toevallig twee te servicen. Ja, maar jullie hebben nu gekregen. Ja. Ik zal hem even hier zetten. Moet je afkoppelen of niet? Nee, kom op. Ja, vlakbij Cabo de Gata heb je deze camperplaats. Een paar kilometer voorbij het dorp. Voor het dorp. Dat is maar waar je vandaan komt. En dan kan je prima je service doen voor 5 euro. Ze hebben 4 putten. Een hele nette camperplaats.
Oh, is dat ook grondig? Dat is broerte. Ja. Maar er is altijd wel plek. Alles even gezien. Hier kan je, zou je kunnen staan. Ja. Zo, wat maken we nou weer mee? Ja, zo grappig. Zie je die, die auto die je net filmt? Die met dat groen eraan. Ja. Daar staat aan de achterkant. Hairdresser, women, men, 20 euro. Loop je naar binnen op het trapje. Er zit een hele kapsalon eigenlijk. Dus ik dacht, nou, het zal toch niet waar zijn. Dus ik ben even erheen gelopen om te vragen of die man met vakantie was. Of dat hij echt hier een kapsalon in de auto heeft. Nee, het was echt een kapsalon. Dus ik ging bijna twijfelen. Maar ja, toen zag ik dat hij helemaal poedeltje naakt zat. Had wel een jasje aan. Ja, oké, maar de rest niet. Toen dacht ik, ja, dat gaat een hele tijd om je stoel heen draaien. En de spiegel. Ik denk, nee, daar heb ik geen zin in. Ja, ik zag wel zijn slingertje. Ik dacht dat het een broekje was, maar dat, bij nader inzien was dat toch wat anders. Ja. Ja, nieuwe achtertuin. We hoeven niet te maaien vandaag. Dat scheelt weer. Het scheelt weer. We zijn op het moment bij Vera Playa, zeg ik dat goed? Palomares. Daar hebben we trouwens een vlog over gemaakt, over dat radioactieve verhaal. Ja. Kijk even links of rechts. Ja. Naar de link. Wat wilde zeggen? Het lijkt misschien een beetje afgezaagd, hè, maar het is gewoon heerlijk weer en het is lekker hier. Dus. Even relaxen. We hebben natuurlijk een paar maanden flink rondjes gereden door Portugal en zo. En ja, nu nemen we het er even van aan de Costa's. Ja. Eén ding wilden we even zeggen. We krijgen heel veel reacties en echt hele leuke reacties. Onze dank daarvoor. Bijna, echt bijna dat je er verlegen van wordt, zo lief soms. Superleuk. Er zitten ook hele bijzondere tussen af en toe. Van mensen die echt hele mooie dingen zeggen. Ja. We kregen ook een hele leuke reactie op Instagram. Wij waren laatst in Nerga. En daar hadden we echt een hele toffe radiozender aanstaan. Die deed me denken aan vroeger, de Ferry Maat Soul Show. Dat zei ik nog in mijn vlog. En het is Feel Good Radio. Nou, dat is vooral te horen bij Marbella en Nerga en omgeving. Ja. En we kregen van de station manager een berichtje via Instagram dat ze dat hartstikke leuk vonden om te horen. En dan via had ze dat binnengekregen. Ja, dat we ze genoemd hadden. Maar wat nog veel leuker is, ik dacht dat de Ferry Maat eigenlijk niet meer draaide of geen programma meer had. Maar bij dit station hebben ze dat nog steeds op zaterdagavond tussen 8 en 10. Dus ik ga hem aanzetten op Ferry Maat in ieder geval. Ik zal even een linkje doen in deze vlog, dat je erop klikt. Ja, we hebben de zender ook. Ja, je kan gewoon dus via internet natuurlijk luisteren. Ja. En mocht je kijken, Mark, dan bedankt voor je berichtje. Wij worden in ieder geval helemaal vrolijk. Dit is ons luik van het voorraam. En iedere ochtend is het weer even afwachten. Wat hebben we voor uitzicht vandaag? En vandaag hebben wij... Nee, daar komt-ie hoor. Het zal best mooi zijn. Oh. De zee. Witte vlek op je gezicht. Ik heb een witte vlek op mijn gezicht, maar dat is zalf. Oh. Oh. We staan op een bekend terrein. Ja. Bij de Vet Care Plaza. In Vera. Ja. Dat is de Nederlandse dierenarts waar Tip 3 jaar geleden aan zijn hotspots is behandeld. Wij gaan nu... zijn allergene snoepjes halen, want die zijn bijna op. En een soort moes die je tussen zijn tepels kan inmasseren. Ja. Volgers van ons zijn ook laatst hier geweest met hun hondje Max, Harry en Ineke. En waren volgens mij ook zeer tevreden over de dierenarts. Nou, ja, eens even kijken. Ja. Mochten jullie nu een keer hier op het strand staan bij Palomares, dan is de tip van Tip, is loop over het strand naar Villa Ricos. Er zit daar aan het haventje een restaurant
La Balsica Villa Ricos kun je heerlijk vis eten. Goede aanleiding om naar het dorp te lopen. Oh, mooi zaakje hier, de Doom. Ja. Prachtig uitzicht. Lekker eten hier, magnifiek. Volgens mij heel veel locals hier. Ja, en dat maakt het eten meestal goed. Perfect restaurantje. Tootje, wat hebben we nou weer op ons bord liggen? Tonijn? Ja. En jij had de tarbot, hè? Ik heb tarbot. Ja. Lekker. Eet smakelijk. Wat heb jij, Erik, voor toetje? IJs. Iets met lotus, koekjes. Ja, en ik heb een tarta de mango. Oh, ziet er ook lekker uit, yes. Die er naast me zit. Onze grote vriend natuurlijk, hè. Hey, Tip. Ik weet niet of jullie dit zien, maar dit zijn wel hele bijzondere wolken. Gek. Over het algemeen zijn het wel wolken die bij extreem weer voorkomen. Ja. Zegt weerman Rick. Weer... Ja, maar dat is echt waar, Ludo, met die... De zeilen onder ons weten het vast wel, hoor. En de camperhuis misschien ook wel. Verklaar me maar voor Pietje Prut, maar dat zegt zo, Doetje. Het is wel luxe hier, dit strandje. We gaan ook vandaag weer weg. Maar iedere ochtend, zo rond, wat is het, 8 uur, komt de bakker voorbij. Luid toeterend. Leuk, hè? Daar gaan ze. We gaan er weer vandoor hier, van... Palamos. Dan geef het er wel. Nog de afval doen? Niet. Wat zeg je? Moeten we even het afval doen? Nee. Niet het afval doen, dan gaan we wel weer ergens anders. Alright. Ja, mij kan je eigenlijk heel de dag achter het stuur zetten. Ik vind het heerlijk om te toeren. Maar deze route belooft maar iets in de 20 kilometer te worden. Waarschijnlijk wel, ja. Dus dat is wel jammer. Voor mij dan. We gaan weer iets leuks beleven, denk ik. Jullie gaan het dadelijk weer zien. We zijn aan het overlenteren. Ik heb het opgezocht. Het woord bestaat niet. Nee. En, maar ja, goed, hoe noem je het anders? Nou, je doet het wel. Ja. Het is vandaag de 21ste. Dus iedereen een hele fijne lente gewenst van ons. En dat jullie maar heel veel mooi weer mogen hebben. Gaan we weer. We gaan op pad. Ja. Wat gaan we doen, Doetje? We gaan naar het plaatsje hier. En er werd op de deur geklopt bij ons. Dat was niet Sinterklaas. Waar Anja en Take, uit Friesland. En die hebben hier een huis en die volgen ons. En die zeiden, joh, kom dadelijk wat drinken. We hebben veel overeenkomsten en gezellig geklets. Dus dat gaan we doen. Dus dat gaan we nu doen. Wij zijn de broers, zo niet. wij doen dat graag. We gaan graag op bezoek. We zijn aangekomen op... Een plek die noemen ze San Juan de los Toreros. Kort gezegd, de gemeente Pulpi is het. En het is geen camperplaats waar we alleen staan. Het is eigenlijk niet echt een camperplaats, een stuk natuur. Maar hij is ook niet echt heel druk. Je staat aan de kust. Wij komen er graag om een paar dagjes altijd even te staan. Je kan met het Fiatje wat dingetjes bezoeken. Een goede winkel in de buurt. Ja, het is helemaal geen gek plekje. Voor degene die het misschien niet kennen, ik gooi dadelijk even de drone omhoog. En dan zeg je misschien wel, hey, daar moeten we misschien ook eens een keertje gaan kijken.
zou het bijna niet geloven. We zijn even binnen gaan zitten omdat het zo warm is buiten. Mijn excuus. Ja, even lunch was wel even lekker zo hier in de schaduw. Nou, dat was hem weer voor deze week. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En we hopen helemaal dat jullie er volgende week weer bij zijn. Tot volgende week. Tot volgende week. Oh, nee. Nee. Zo snel gaat het niet, hoor. Even wachten nog, want je krijgt de route van Donog. Oh ja. Veel plezier. Doei. Doei. En dan tot slot de route die hoort bij deze vlog. Tot volgende week.